yo, kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van de Ronald speelt Minecraft en ja vandaag gaat Project... Kitty cat, van start. Nee, vandaag gaan wij uh, op zoek naar, uh, ik hoop, twee katten. Want wel, ik uh, heb wat meer geschelschap nodig. Uh, ik ben die honden helemaal. Ze hadden ze grommen, ze hadden mij Nee, maar ze grommen mij steeds half dood. En ik vind het echt gewoon vervelend. En even kijken, omdat nu mijn mic voor mijn toetsenbot staat, kan ik mijn toetsenbord niet zien. Dus het is echt gewoon kut. Even kijken. Uh, kijk, hier we go. Nu kan ik in ieder geval F5 en F1 zien. Goed zo. Maar goed, eens even kijken. Ik heb zoals je wel, uh, ja, je ziet in principe. Alles uh, In bloks gecraft. En wel, ik heb uh, mijn Diamond Chestplate hier even ingedaan. Die ga ik inlijsten. Die ga ik, denk ik, hier hangen. En hier komt dan, denk ik, zo'n OP Golden Apple met uh, bloks en alles. Die ik voor de uh, Wither Boss ga gebruiken. Want wel voor de Ender Dragon, dat is gewoon een halve poes. Dus uh, daarvoor heb ik hem niet nodig. Maar um, ja, want wel, dit is mijn eerste Diamond Chestplate. Dus ga ik nog wel een naam geven: Diamond Chest. Of Ronald's eerste Diamond Chestplate. Of zo, so I don't know. Maar uh, ja, ik heb dus even alles in uh, bloks gecraft. Dit niet, want wel, soms heb ik wat Diamonds nodig. En wel, ik heb besloten om. Om een um, nieuwe diamond chest play te maken. In principe dus. Omdat ik wil deze dus inlijsten. Maar het is geen doel om deze te repareren. Want dan ben ik drie diamonds kwijt. En 33 levels. Dus ja, als ik er nog 5 extra diamonds bij doe. En nou, die 33 levels kan ik dus in principe gebruiken om... ...een nieuwe te enchanten. En wel, ik heb gehoord van een vriend dat uh, Thorns. Uh, ...ja, je durability van je chestplate enorm verlaagt. Dus ja. Maar goed, ik ben hier wel een beetje schokkend over. En hier ook over. Ik heb hier echt best wel weinig van. Dus ik ga nog wel een keer weer een cave system in. En wel, dan ga ik wel eens even wat... Um, ...gold en iron minen. Maar goed, ja. Kools is ik wel gebakken. En ja. Dit, redstone, dat, is, dat hoef ik gewoon nooit meer te mijnen, gewoon nooit. Maar um, ja, ik ben in principe helemaal voorbereid op de expeditie. Ik heb um, een iron sword bij me. Hé, hey, waar is mijn open diamond sword gebleven? Oh, die liggen vast nog in de kelder. Maar ik heb wat eten bij me, ik heb wat vis bij me, ik heb mijn pickaxe bij me, ik heb wat arrows bij me, ik heb wat iron. Oh, ik heb alleen geen wood. Wel, ik ben dus kennelijk niet voorbereid. Wel, laten we dan maar eens even gauw uh, ja, gaan voorbereiden. Even kijken. Hey, ja, ik ben die honden helemaal zat, wat wel ze grommen altijd namen, en waarom nu niet meer? I don't know, in ieder geval, dat is een graag beestje, zijn het gewoon. Even kijken. hier uh, is mijn... Waar is mijn diamond sword? Waar is mijn diamond sword? Wat is dit? Ik zou toch zweren dat ik mijn diamond sword hier ergens had. Dit is bin of other boots. That's not what I need. Waar is mijn, men. OP diamond sword gebleven jongens? Dit kan niet, What the fuck. Nou, ik ga in ieder geval eerst nog eens even wat woed meenemen, zo, woed prima. Uh, eten heb ik wel genoeg, we gaan Dus maar eens naar mijn diamond sword. Wat de fuck is dat ding nou weer dan? Even kijken, hierin. ja, hier is die. Wat doet dit ding hier? Oh ja, die gekregen van zo'n skeleton. Ja, dat was ook zo. Even kijken. Uh, ja, dat is wat ik, by the way, ook gekregen van een zombie. Ik was wat aan het farmen en alles. En in één keer... Een zombie, nou. En die dropt een iron sword. Volgens een skeleton, die dropt een power one bow. What are the chances? Ik heb dus ook even wat nieuwe iron armor en alles. Maar goed, eens even kijken. Laten we maar eens even... Ons helemaal voer gaan breiden. Even kijken, ik neem de honden niet meer, want wel, dit is een kattenexpeditie. Even kijken, volgens mij zie ik er wel goed uit. En jongens, ik kan echt niet wachten tot het 1.6 uitkomt. Want wel, ik kijk er zo erg naar uit. paarden en alles. En wel, als uh, Ronald's een Minecraft is afgelopen, dan kunnen we gewoon een nieuwe wereld gaan aanmaken. Want wel, ik heb dus al redelijk veel ontdekt in deze wereld. Dus ik zal niet echt veel 1.6 zooi vinden. Maar. Um... Wel, als 1.6 dan eenmaal uit is, dan kunnen we misschien al tegen die tijd wel uh, uh, ja, redelijk snel beginnen met de nieuwe run als Minecraft. Natuurlijk, want wel bij Episode 100 eindigt deze serie. Dus ja, maar goed. Ik heb uh, iets heel leuks gevonden. Want wel, ik was wat aan het uh, ja, zoeken naar een nieuwe jungle en zo. En ik ben een desert NPC-village tegengekomen. A la Los Angeles, zo groot is dat. Ik denk echt niet normaal. Echt, het is echt gigantisch. En het zit ook half in het water, dus het is echt super nice. En ik ben een jungle-temple tegengekomen. Gewoon, zeg maar, in de jungle. Want ik liep er een beetje doorheen. Want wel, ik wou even uh, uh, die kaart eigenlijk af-camera doen. Want wel, in die jungle daar zitten gewoon geen kaart, Ik weet niet wat het is. Dus wat ben ik zo naar mijn Roest biome gelopen en wel daarachter zit weer Een jungle en nou ja, maar goed ik ga even mijn Waypoint activeren, even kijken, waypoint uh, Even kijken, dit was het MC Village en dit was de tempel Dus gaan we eerst naar de tempel toe Tenminste, uh, ja oké, okay. goed Volg de, 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 ding, oké okay, Prima, even kijken, nou wat was de De eerste was de Waypoint, uh, oké okay. Wara dat was de, 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 de De, de, de tempel, oké okay. Goed, wel, dan gaan we daar maar eens naartoe. En uh, wel, dan gaan we dus proberen maar eens een kat te krijgen. En wel, ik ben ook levels aan het opsparen om een uh, nieuwe Diamond chestplate te krijgen. En uh, ik ben ook wat levels aan het sparen om uh, ja, eventueel een nieuwe Diamond Sword te krijgen. Want mijn Diamond Sword is ben ik kapot. Dus uh, ja, ik ga hem wel uh, houden hoor. Maar ik moet hem repareren. Want dat kost denk ik redelijk wat levels. Ik denk dat dat ongeveer 20 levels gaat kosten. I don't know, aangezien mijn Diamond chestplate zoveel uh, levels opvraat als ik hem zou repareren. Even kijken, is wel. On we go. Tududududu. En uh, ja, jongens, de reden dat ik nog steeds mijn Fateful Texture Pack gebruik, is wel, ik ben helemaal gewend aan deze graphics van Minecraft. Kijk, als ik nu ga switchen naar de oude graphics, even kijken, Options, Texture Pack en dan gewoon Default. Dan moet je maar eens opletten wat er gebeurt. Kijk, dit is. Dit is niet mij. Het ziet er zo lelijk uit in één keer. Ik zal dus dit wel even gaan runnen, deze episode. Maar ik vind het niet echt, echt. Ja, misschien is het gewoon weer een kwestie van wennen. Ik weet het niet. Maar ik vind het gewoon gewoon, denk ik, gewoon wat beter uitzien. Ik moet wel toegeven, ziet hij misschien wel wat scherper uit? Ik, 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 ik weet het gewoon niet, okay? Ik heb de ook een kop thee hier. Dus ja, op deze hete dag hier. Want ik neem dit op op de 18e. Jawel. En wel, jullie zien dit pas, denk ik. Misschien zelfs wel in juli. I don't know. Maar goed, is het je nog heet? Maar um, ja, ik heb gewoon zoveel honors met Minecraft opgenomen de afgelopen tijd. Dus um, ja, maar ik wou gewoon deze episode nog even doen. Zodat ik dan ja, verder wat werk af camera kan doen. Even kijken. Goed, dat is best wel fijn. Want ik ben er wel een keer in deze jungle geweest. Maar ik heb dus nog nooit eigenlijk dat. Uh tempeldingetje gezien, dus ik hoop dat ik daar wat kan vinden. Ik ga dat sowieso helemaal restaureren en misschien ga ik daar wel mijn vakantiehuis in maken. Dat lijkt me echt wel leuk. Gewoon een soort, ja, jungle resort achtig iets. Ik ga sowieso van de desert NPC village, denk ik, mijn resort maken. Hopelijk is er ook een tempel bij. Dat heb ik niet gezien. Uh, 50% uh, van die NPC village heeft meestal ook wel een tempel erbij, dus ja. Even kijken, hier was het. Ik moet wel toegeven, ik moet wel enorm bewennen aan de crev. Het is niet zo dat ik het lelijk vind of zo. Ik vind het gewoon een beetje de food bar en de. Het uh, zwaard ziet er ook een beetje verkrakt. Kijk, het ziet er heel. Ja, klein uit. En dit ziet er ook raar uit. Ik weet niet wat het is, maar. Uh, ja, ik vind het denk ik dat gewoon wat. Ja, wat, 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 wat beter, denk ik. Kijk, hier is de tempel. Misschien heb ik hem wel een keer geloot. Ik weet het niet. Dus even kijken, er zijn geen torches. Dus ik denk niet dat ik hem heb geloot. Dus even kijken. Eerst maar eens even. Um, voorzichtig gaan doen. Want ik heb geen zin om. Uh, creepers op bezoek te krijgen even kijken oké okay. uh, dit is die kant en dan zit hier ook een tripwire even kijken waar zit dat ik Denk daar zit de tripwire even kijken daar zit de dispenser oké okay, nice daar hebben we ook geen les van even kijken oké okay. dan nemen we even de arrows mee dat is al dead nice en ik zal denk ik wel alle oh kut hoor. en ik zal denk ik wel alle loots die uit gaan halen, zoals bijvoorbeeld uh, dispensers, redstone, dat soort dots. Maar uh, ja, ook kijk, kan gold en alles. Dit heb ik allemaal niet mee. Is allemaal uh, onnodig. Even kijken, wat ik wel meeneem, is: ik neem de chest wel mee. Dat doe ik wel even. Als je even kijkt, uh, dit shit heb ik allemaal niet nodig, dus opdonderen. Oké, okay, zo, so, dat neem ik dus mee. De chest. We hebben hier nog zo'n ding, dus ik ben wel benieuwd eigenlijk. Oké, okay, dat heeft meerdere dingen opengemaakt volgens mij. Nee, oké, okay. nou, okay, dan ga ik er gewoon doorheen mijnen. Dan heb ik er ook geen zin meer in, gg. Kom op, iets van diamonds zo. Oh, god, gold. Nou, dat is niet slecht, dat is slecht gekund natuurlijk. Even kijken, nou wil ik mijn weg hier eigenlijk wel uit Even kijken, um, wacht, ik doe even die redstone er even in zo. Heb ik daar even geen last van. Wacht, ik zet skype even op. Uh, niet storen, zo, oké. Okay. Vergeet ik altijd. Goed, wel, tot zover de tempel. Uh, nu gaan we eerst maar eens op zoek naar ocelot, denk ik. Wel 19 gold, dat is nice. Even kijken wat string. Dan nou, gaan we eerst maar eens op zoek naar Ocelots. 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 En dan neem ik wat Ocelots mee naar de uh, Desert Village, denk ik. Uh, ik heb niet echt gekeken, dus ik weet niet of er een Blacksmith is. Ik ben er gewoon, um, ja, in principe op het afstandje even naar gekeken. Ik zag een huisje, dus ik weet niet echt wat er allemaal is voor wat. Zo even kijken. Um, wel, ik ga gewoon mee wegmaken naar het village. En uh, wel, dan uh, zullen we vanzelf wel, denk ik, iets van een Ocelot tegenkomen of zo. Dus ja, even kijken. Waar moet ik dan heen? Waar moet ik dan heen? Oké, okay, daar. Dat oh, is vlakbij ook nog, kijk, oh lol. Dat wist ik niet eens. Nou, vlakbij, het is wel wat blokjes lopen natuurlijk, maar oké. Okay. Het is in principe in ja, real life tijd eigenlijk vlakbij. Oké, okay. eens even kijken, eens even kijken, is er een osselot hier in de buurt? I don't know, wat is dat daar? Uh? oh dat is wat kool en alles. Oh, shoot, ik heb, nou, nah, ik heb torches genoeg dus wat dat betreft. Even kijken, oké. Okay. Uh, oh, mocht ik er nog allemaal zooi daarvan meegenomen, ik heb wel 28 iron. Ik heb ongeveer 6 iron daarvan gekregen van dat uh, village, of nou, van, van de, de tempel, dus dat zal wel nice zijn. Even kijken, waar moet ik heen? Volgens mij is dit aan de andere kant van dit meer. Even kijken, dan moeten we een boom omhakken. Ha, ik heb door dat even snel. Even kijken, is er een boom hier ergens? Ja, dat is ook goed. Wacht, ik heb woed bij mij, lol cats. Kijk, dit is dus echt zo'n reden waarom ik woed bij mij heb. Even kijken, zo. Uh, even een bootje maken, zo. Even dit weer omhakken. Even kijken. Maar jongens, laat even naar de comments. Wie gaat er allemaal met dit weer allemaal buiten eten? Zeg maar ook. ooit oh, überhaupt gewoon in de zomer. Dus dit is een soort van onderwerp in het algemeen. Als het gewoon lekker warm weer is, dan is het zwinters. Ga jullie dan buiten eten? Oh mijn god, ik vind het zwaar. De krijgt zien. Nou, ondertussen dat ik uh, daar naartoe vaar, ga ik maar even um, een theetje drinken, denk ik. Ah, kijk, daar is het al bijna. Hmm. De zon gaat onder in het oosten, dan nee, in het westen of zo naar I don't know. Volgens mij komt hij op in het oosten en gaat hij onder in het westen. I don't know. Goed, zowel. Wat deed ik hier überhaupt om een oslot te vinden? I don't know. Nou, we kunnen in ieder geval uh, gaan overnachten hier. Oh mijn god, dat is daar? Oh, dat is uh, lava, zie ik nou al. Ja, yeah, dat is lava. Wat? Jolopolo swag. Jolopolo cats. Even kijken, ik scan de kust wel even af naar eventueel oslots. Nee, dat is niks hier. Goed, zowel. Mijn god, dit is lekker lang varen hé, hey. holy shit. Uh, al heb ik geen waypoint gezet bij mijn uh, huis. Dat is mooi. Kut. Nou goed, we vinden de weg vast wel weer terug. Even kijken. Ik ga ervan uit dat uh, ik het wel terug vind. Ik moet gewoon onthouden dat ik hier gewoon uh, weer te water ga. En dan gewoon in principe um, terug ga naar de tempel. En vanaf die plek kan ik wel. Uh, ja, wel terug navigeren. Als ik tenminste gewoon de, de spruce vind. Dus ja, we kunnen even mijn. Uh, ...mijn uh, navigatieskills op de proef stellen eventueel. Goed, wel... Ik plaats de stoortjes, want wel... ...als je dus een village is met veel dingen erin, dan kan ik dus in principe... ...dat gaan gebruiken als ruilstad 2.0. Dus ja, jullie mogen dan een naapje achterlaten voor die stad. Even kijken, ik ga er denk ik wel mijn resort van maken, dus het moet wel iets met een uh, resortnaam zijn, denk ik. Even kijken, ik ga wel op de... Terug met de rol even langs de ocelot, denk ik. Of even langs de jungle, I don't know. Oh shit, zo hard. Auw, emu, dat pijn. Nou, we gaan gewoon even, even door En ik heb geen zin om te stoppen, om te eten en dan allemaal damage nemen. En uh, nee, dat eet ik niet. Ik ga proberen om wat zuiniger te zijn met mijn uh, armor in het algemeen. Vind ik, kan ik weer niks op plaatsen. Wel, toch 300 meter, holy shit. Zo'n 3 kilometer lopen. <laughs> Lok als ik wist niet dat het in meters ging. Oké. Okay. Hé, hey, een kip, hallo. Oh, dat is een. Dat is ook een kip, oké. Okay. Lekker kippetjes hier. Even kijken, oké. Okay. Misschien ga ik wel een railroad track uh, naar dit uh, village doen. Dat lijkt me wel een keer een leuke uitdaging voor eventueel een uh, langere episode. Kijk, er is gewoon al een klein bos hier. Gewoon... Ja. En, uh, wel, het is dus best wel raar dat ik helemaal hierheen liep. Maar ik dacht dat die nog wel ergens een jungle zou zijn. Echt gewoon... Ik ging gewoon lopen zo van YOLO Polo Swag. En, en, wel, ik kwam gewoon bij dit hier uit. Ik dacht, weet je wat, ik laat gewoon hier eens doorlopen. Toen kwam ik bij het desert uit. En wel, als ik bij het desert uitkom, dan had ik ook gewoon zoiets van... Weet je wat, nu ga ik ook gewoon... Uh, Um, ja gewoon eens even rondkijken zeg maar en wel, het is op de rand van de desert dus ik liep niet echt heel ver de desert in en wel toen kwam ik alles al tegen. En dus ik had wel eerst de eerste intentie om het op te nemen, holy oh, shit joh ga ik even doodmaken, wel even full health. Dan in ieder geval even full hunger. Als jij wat dropt dan ben ik zo blij mee, kom op drop iets. Kom op drop wat schatje, drop wat, drop wat. Jeen dikke emu, je dikke dikke vette emu, oh god ik heb amper, ik heb amper zooi, wat the fuck. Moet ik nu echt gewoon charcoal gaan maken? Ja, dan moet ik een beetje zuinig aan doen met de torches, denk ik. Kijk, ja, dat zien we nog wel. Nou, door de bom heen. Holy shit. Oh my god. Ja, het is daar vlak bij die rand. Ik heb echt serieus amper torches. Hoe moet ik dit doen? Hoe moet ik het. Zo'n eind met nog maar één torch. Dat lukt mij niet. Hoe gaan we dit dan aanpakken? Ik heb ook geen kool bij me, helemaal niks. Wel, let's make a run for it, I guess. Ja, of ik kan gewoon even wat. wat ja, wat charcoal maken, natuurlijk. Dat kan ik doen. Dat no big deal. Daarvoor heb ik wel wat cobblestone meegenomen in eerste instantie. Nou, doen we dat toch? Gaan we gewoon even hier. Uh, charcoal maken? <laughs> dat is veel van voor Minecraft. Je kunt alles te plekken doen. Even kijken, zo. Uh, charcoal. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, okay, wel even wachten, natuurlijk. Ga ik ondertussen even thee drinken? Hmm. Maar ja, jongens, ik heb een leuk idee voor eventueel mijn um, uh, Ronald's Battle Minecraft Season 2. Misschien ga ik hem wel op hardcore doen. Wat zouden jullie daarvoor zeggen als ik hem op hardcore zou doen? Uh, Laat het gewoon even achter in de comments. Uh, we zitten nog niet eens bij episode 15 en ik begin al wel over een nieuwe serie te praten. Maar uh, ja, ik heb nog nooit echt een uh, Minecraft hardcore iets gedaan. Dus uh, ja, het lijkt me wel leuk om daar eens een keer wat mee te doen. Uh, ja, als ik doodga, dan moet ik wel de wereld elite, maar. Uh, Oké, okay, ik heb nou vast wel de backup, denk ik. Ik maak gewoon wel een backup en wel een pluk. Om er gewoon weer in of zo. Uit. I don't know. Ze zeggen gewoon maar van die commentator skills. Gewoon. Wat denk je nou? Die, die grote YouTubers als Jogscast en zo nooit doodgaan in een Minecraft Wild of Pulse als Junior. Nah, die hebben gewoon een backup tussen de opnames. Even kijken. goed. kom jij maar eens even hier zo. Dan hakken we jou even om verder. Dan heb ik eventueel nog wat, uh, wat call voor. I don't know. Iets of zo. Even kijken. voor als er eventueel. Uh, wat eten gekookt moet worden of. Uh, I don't know. Dit zal niet mijn hoofdstad zijn natuurlijk. Ik ga hem wel een beetje fatsoenlijk maken. Dat ik het kan lopen. Maar wat ik niet zal doen. Oh shit. Wat ik niet zal doen. Is ik zal er geen uh, complete uh, uh, ja, stad van maken. Want wel, er is het iets te ver voor. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja. Yeah, oh my god. Kijk, daar is het. Kijk, daar. Oh, leuke boekschelven heb je daar bij de way. heel. Even kijken. Ja, die torch. Oh my god, we hebben visite. Dus ja, ik liep gewoon langs die desert en wel dan zie je het in principe. Het is een kleine desert, maar. Holy shit, het is echt nog groter dan ik had gedacht. Echt waar. Oké, okay, wel, Torch is prima. Iedereen, ga in de huizen. Ga in de huizen, mensen. Wat doe jij hier nou buiten dan, mijn Hij kan er niet in. Wat bijna ook vind ik emo. Nou, dan ga ik eerst maar zorgen dat iedereen in de huizen kan. Wauw. Moet je kijken ook gewoon. Wat hebben ze ook gewoon voor skills hier? Voor, qua bouwen. Wel, hier moet flink wat aan gebeuren. Ehm. Um... Meer huizen hier? Ja, blacksmith en alles. Wel, dit is zeer interessant. Echt, dit had ik echt niet verwacht. Dat het... Ik wist dat er wat huizen in dit water zitten. Maar. Gewoon, dit grote village in water. Wauw. Nou, ik ben hier toch al bij de blacksmith. Dus ik kan ik meteen maar kijken wat te ruil heeft. 7M. Wauw. Oeh, daar ben ik wel blij mee. En dit? Lekker, appels. Ja, dat, zat er, nee, zat er niet meer in, oké. Okay. Wel leuk jou ontmoet te hebben, meneer. Uh, geen tempel hier, zoals zien, oké. Okay. Wel, dan zal ik hier ook maar even iets regelen. Uh, hallo, even kijken, een wolf voor emeralds, dat is nice. Weed voor emeralds, ja. Ja, daar zoek ik al, al weken naar. Een villager bij mij, die heeft het volgens mij niet. Zo, ik maak wel even een klein pad waar ze over kunnen lopen. Ik heb niet echt veel koelwassen rondom mijn beschikking op dit moment, maar... ...nou kunnen we in ieder geval een beetje lopen hier. En nu kan ik tenminste mijn ding hier doen. Nu kan ik in ieder geval wat gaan ruilen in, uh, in de ochtend. Eens dus even kijken. Ja, oké, okay, gaan we lekker lopen, jongens. Dan ga ik eens even een beetje rondneuzen hier. Wauw, dit village is echt enormus. Wauw, moet je kijken ook. Wat een mooi biome hierachter. Even kijken, hebben we hier yeah, een tempel hier of zo? I don't know. Tempel, hebben we er... De... oh, Jezus. Uh, ik moet het op een of andere manier dag maken. Even kijken. Oh, ik heb de resuming op hem. Nee, ik zie niet zo. 1, 2, 3 een tempel. Oké. Okay. Wel, ik moet gaan overnachten. Dit is dom. Ik heb geen wol meegebracht. En er is hier ook geen. Ja, lantaarn-ding waar ik. Hier iets mee kan. Wel, dan moet ik even terug naar het bos. En dan gaan we maar eens even kijken of we daar iets van. Uh, ja, wol kunnen vinden of zo. Even kijken. Sheep, I don't know. Ik heb wel iron. Maak ik wel shears. Uh, zo, oké. Okay. Ik wil zoveel mogelijk mobs ontwijken. Oh my god, jij, jij gaat echt handig zijn. Voor eventueel. Uh, holy shit. Voor eventueel de um, uh, nieuwe villager-ding-geval. Ik hoop dat die van de cave system is of zo. Het is extreem achter voor dit geval, niet uit gezien. Dus uh, dan kunnen we daar ook wel wat exploration gaan doen. Kom op, vind een schaap of zo. Ja, schaapjes. Oh, cave system, hallo. Even kijken, dan kan ik in ieder geval een bedje maken. Ja, oké. Okay, ook drie. Dat is helemaal handig. Oh, mijn god. Ik zag dat wel daar. Help. Help. Ik wil niet dood of zo. Ik ga gewoon zoveel mogelijk mobs proberen te ontwijken. Even kijken. Ho, 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 ho. Ik heb gewoon geen zin in damage en alles. Ik kan niet echt wel eten bij me, dus. Oh, joek, 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 joek. Oh, my god. Hoe moet ik hier langskomen? Help. Even kijken. Oh, my. God, wel heel wat interessant. Huh. Holy shit. Hey, dude. Wat wil jij? Oh, oké. Okay. Ja, wat wil jij? Wow, well, bad. Even kijken. Nou, ik ga maar even wat zooi hier neerzetten, denk ik. Zo. Bedankt dat ik hier even mag, mag slapen, by the way. Dat uh, vind ik erg aardig van jullie. Even kijken. Zo. So. Waarschijnlijk gaan we zeuren. You may not rest now. Monsters nearby. Yeah. Hoe wist ik het toch? Holy shit. Donder op. Kan ik nu slapen? Nee. Ik zeg: op! De... Krank. Zo. Kan ik dan nu slapen? Ik wil mijn spawn niet graag zetten. Oké, okay, waar is die mop dan? Waar zijn de mops? Waar zijn de mops? Oh, daar, je dik Ja, hè? Ja, wat wil je tegen die boog doen? Ja, niks. That's right bigums. Oh, wat een dag. Lolcats. Ja, bird maar in hel. Auw. Oh my god. Waar, emu? moe? Gaat water in. Een dikke, vette, vetzak. Godverdomme. Jij hebt zojuist een filmpje vermoord. Je deed die mensen iets boeiends trouwen, hadden maar dan nog. Oké, okay, goed zo. Uh, wel, we gaan maar eens wat storen, denk ik. Dit, 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 dit. Eh... Uh, dit, dit hebben we niet nodig. Dit ook niet. Dus dit ook niet. Dit niet. Nee, nee, nee. Obsidian. Nee, 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 nee. En dit hou ik wel even bij mee. We hebben nooit dat dit handig is. Boog niet, shears niet, vis niet. Ik neem dit wel even. Mm, Oké, okay. Nou jongens, wat ik ga doen, ik ga het hier bij voor vandaag. Ik ga denk ik in de volgende episode ga ik wat ruilen doen. Ga ik nog een beetje rondhaken hier in de desert misschien wat chukkeke in saamwalen of zo. I don't know. En dan gaan we terug naar de uh, jungle die hier vlakbij in de buurt was en gaan we daar eens even um, ja kijken naar eventueel. Uh, ja, slot en alles maar goed, tot de volgende keer, bedankt voor het kijken allemaal Like, favorite, comment subscribe. en subscribe dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer Ronald speelt Minecraft, dus ja Later, met up